Hallo CryptoCoiners, hartelijk welkom. Tijd voor het CryptoCoiners Café, waarin we, als het ook maar even gaat, live gaan traden. Leuk dat je erbij bent. Wat gaan we doen vandaag? We gaan traden natuurlijk, live traden als het ook maar even gaat. Als er meldingen komen, het is een wat spannende dag vandaag. Om te beginnen vanmiddag, als je de podcast hebt gehoord, een weekje dit. Vanmiddag kwamen de prijsindexcijfers naar buiten, een soort inflatiecijfers. Het heeft eigenlijk eerder te maken met de gepercipieerde prijzen door de consument. Het gaat om de consumentprijsindex. Daar zit dus niet alles in. Maar die waren bemoedigend. Oftewel, de inflatie is niet meer zo heftig als die was in Amerika. Daar werden alle beleggers en aandeelhouders meteen heel blij van. Dus dat heeft ook automatisch impact voor assets zoals de Bitcoin. En ja, je ziet hem daar staan aan de rechterkant erboven. De Bitcoin chart op het ogenblik. Als je de podcast hebt meegekregen, dan heb je waarschijnlijk gezien dat ik wat extreme lows en extreme highs heb getekend. Dat doe ik normaal gesproken niet in de podcast. Maar dit zijn belangrijke signalen op dit ogenblik. Vandaar dat ik vandaag in de podcast zei, ik ben eigenlijk aan het wachten op een extreme low op dit ogenblik. En een extreme low meer dan alleen maar de echte klassieke extreme low. Ook graag een prijsdoorbraak van de prijs door de MA20 en MA50 heen. Voor de zekerheid, toen ik dit opnam en met mensen in de studio erbij, was het ongeveer hier op dit punt. Toen waren we daar ver van verwijderd. Maar inmiddels is daadwerkelijk een extreme low geweest. En we hebben bijna, deze candle mag je nog niet echt meetellen, want die is nog in progress. Maar we hebben ook bijna een doorbraak van de MA20 en de MA50. En dat is een bullish signaal. Dan is wat mij betreft de weg naar boven echt wel ingezet. We gaan het meemaken, misschien hier live in de podcast, maar of in het café. Maar we zijn hier vandaag in het café niet om alleen maar naar de prijs van Bitcoin te kijken. Ik zeg er wel bij, ik heb aan onze moderators gevraagd om, als er nieuws komt uit Amerika, dat zal waarschijnlijk binnen nu een 15 minuten wel binnenkomen druppelen, over de rentebeslissing op Wall Street. Dat nieuws is absoluut impactvol als het gaat om de Bitcoinprijs en dus ook de prijs van veel altcoins. Meld dat dan even in onze interne chat, zodat ik het meteen aan jullie hier in het café verder kan geven of door kan geven eigenlijk. Voordat we gaan traden, als er meldingen komen, ik zei het net al, best kans dat de markt nu even wat minder volatiel is. Iedereen zit nu gewoon echt te wachten. De eerste melding komt trouwens nu binnen. Misschien wel leuk om die eerst even te bekijken, want we zijn in slot van rekening ook een beetje om te traden. Kijk, deze heb ik gekregen toen ik hier aan het voorbereiden was. Was dat deze? Ja, deze was het. Toen zat ik hier al in de studio en toen had ik de scanner aanstaan. Jammer dat ik deze trade niet heb kunnen pakken. Dat was weer een winsttrade geweest. Maar er komt er nu ook, er komen er zelfs een paar binnen op dit ogenblik. De laatste die ik heb gezien is Fire. Laten we eens even kijken of daar wat op te doen valt. Fire versus de dollar. Ja, dat ziet er niet slecht uit. Hoe groot is de bandbreedte? Ook niet al te overdreven goed, maar leuk genoeg. Laten we eens even met een kwart van de hoeveelheid dollars die we hier hebben staan proberen in te snappen. Dat is niet deze prijs, maar dan liever de bitprijs. De prijs lijkt me niet helemaal te kloppen. Deze prijs. Als het niet lukt, hebben we gewoon pech gehad. Maar laten we eens even kijken of we voor deze prijs alsnog kunnen instappen. Dat is de eerste, als die lukt. Kijken waarom ik niet gevuld word of waarom mijn buy-opdracht niet wordt uitgevoerd. Even refreshen, want dit ziet er niet goed uit. Kijken of het een lokaal probleem is. Blijkt me niet, want ik heb zo te zien een goede internetverbinding. Ja, dat is het niet. Dit was hem. Fire nog een keer proberen. $62,5 tegen de huidige bitprijs. Die staat waarschijnlijk te hoog. Ja, precies. Even daar wat onder gaan zitten. Zo, dit niveau ongeveer. Als de prijs daar komt, laat dan maar doorkomen. Nu staat hij er wel, zoals je ook aan het belletje hoort. Nu eens even wachten. Dus kijk of hier wat gebeurt. Ik geef deze instap, of dit instapmoment, een minuutje of drie. Dus hebben we 3 candles. Is het daarna niet gelukt, blijft de prijs doorstijgen. Dan waren we gewoon te laat. Dan kijken we eventueel naar de volgende. Dus deze trade loopt misschien. Dat gaan we zo meteen. Lijkt erop dat hij gaat lopen. Het lijkt erop dat hij valt. Kijk of het echt zo is. Het is niet zo'n hele dendere trade om op in te stappen overigens. Want de markttrend voor dit muntpaar is behoorlijk bearish. 77% bearish zoals je hierboven ziet. Het gaat om deze melding van de CryptoCoin scanner die ik heb gevolgd. Dat is één. Bovendien de WGM indicator die staat ook op neutraal. Kortom, echt oversold is deze munt nou ook weer niet. Het kan nog veel verder naar beneden. Maar ja, dat is alleen maar mooi. Want dan kunnen we gaan bijkopen en dat soort dingen. En wie weet wat voor spannende trade het dan nog zou kunnen worden. Dus dit laten we even lopen. Dag Nicole, goedenavond. Eindelijk weer eens tijd om aan de bar te hangen. Ik lees allerlei paniekerige vragen over USDT. Wat is er aan de hand? Die vraag me even, want hij stond ook al in onze interne moderator chat. Het volgende is het geval. We hebben een stablecoin, de USDT, waar veel mensen mee traden. En die veel mensen hebben als crypto alternatief voor de euro misschien wel. De fiat, hoewel het een dollar is. En die stablecoin, daar is het nooit echt 100% rustig omheen geweest. Ik heb trouwens tijdens de live op, niet tijdens de podcast zelf, maar
Tijdens de live opname van de podcast vandaag heb ik het hier in de laatste 10 minuten met het publiek ook over gehad. Dus misschien dat je nog even naar die live opname kunt terugkijken. Op Discord vind je de link. Die heb ik ergens in de algemene chat op ons Discord kanaal gepost. Maar ik heb het al verteld en ik herhaal dat hier nog eventjes. Eerst even die munt kijken. Nou, we zitten nog steeds vlakbij. Het duurt nu te lang. We gaan hier eerst even uit. Zo meteen kom ik op die USDT terug. USDT is dus een stablecoin waar al jarenlang het niet echt rustig mee is. De basis is de volgende. In feite zou een stablecoin, vandaar ook het woord stable, van stabiel, zou bedoeld moeten zijn of is bedoeld om je een cryptoversie te geven van een fiat munt. Zoals bijvoorbeeld de euro of de dollar. Nou, van de dollar bestaat er een aantal stablecoins. En een van de eigenschappen van een goede, verantwoorde stablecoin is dat voor elke cryptoversie van die dollar ook daadwerkelijk een echte dollar ergens op een bankrekening staat. Nou, dat is niet altijd het geval. Sterker nog, volgens mij is het bij geen één stablecoin echt het geval. In de meeste gevallen wordt een aantal van die dollars belegd. Logisch, want anders zou zo'n stablecoin wel heel duur worden. Want het kost ook nog wat om zo'n systeem natuurlijk te managen en te onderhouden. Maar bij USDT is het eigenlijk altijd een vaag verhaal geweest. Een aantal jaar geleden ontstond er al wat rumoer, omdat op dat ogenblik er gerucht naar buiten kwam, wat trouwens ook waar bleek te zijn, dat de accountant van dat bedrijf het bijltje erbij neer had gegooid. Die had geen zin meer. Deze kunnen we pakken. Ik ga deze trade even kijken of ik deze kan meenemen. 62,5. Daar gaan we. $62,5 voor de laatste prijs die is geboden en gevraagd. Ja, we zitten in ieder geval in een trade. Nou, de avond kan niet meer stuk. Wat dit ook wordt natuurlijk. Even de PNL-instellingen goed doen. Dat is dit zo. Nu gaan we eerst even, voordat ik doorga met het USDT-verhaal, eerst even wat dingen instellen. Eerst even de breedte van de bolletje bands op het moment dat we deze trade ingingen. 1,7% ongeveer. Zou je dit dus met een echte portfolio doen? Dit is een demo-portfolio. Het is echt geld overigens. Twijfel daar niet aan. Maar normaal gesproken, als je met je eigen account bezig bent, dan neem je wat minder risico dan ik hier doe in het café. Je zou dan met, omdat we 3,4% bandbreedte hebben, de trade zou uiteindelijk een stoploss kunnen opleveren van 3,4% onder de gemiddelde koopprijs. Daar zijn we nu nog niet, want daar zouden we nog twee keer moeten gaan bijkopen. 3,4%, je wilt niet meer dan 1% verlies maken op alles. Dat betekent dat je hooguit met 1/3, eigenlijk zelfs 1/4 van je portfolio in deze hele trade zou gaan. De rest zou je niet voor deze trade gebruiken. Wij hebben daar zoals gezegd hier in het café maling aan. Wij doen het gewoon all-in, dus ik houd me niet aan die factor. Ik heb nu gekocht en ik heb 1/4 van het complete budget nu ingezet voor deze trade. En dat betekent dat ik eventueel kan gaan bijkopen als de prijs ten opzichte van mijn inkoop nog eens een keer daalt met 1,7%. Meestal rond ik dat dan iets naar beneden af of iets naar boven eigenlijk. Iets meer dan dat. Ik zet een nieuwe buy order voor dezelfde hoeveelheid geld, weer $62,5. Dat is 1/4 ongeveer van het budget. Ik ben ooit begonnen met $250. Het is inmiddels $264 geworden vanwege de winsttrades hier in het café natuurlijk. Maar we houden nog even gewoon voor het rekenen $62,5 aan, oftewel 1/4 van die $250. Dat is onze koopopdracht. Nu gaan we alvast wat verkopen en voor de zekerheid, we moeten boven deze paarse lijn eindigen. Daar moeten we verkopen. Als we boven deze paarse lijn weten te verkopen, dan maken we winst op deze trade. Alles wat we verkopen onder deze paarse lijn, verkopen we tegen verlies. Dus dat is niet wat we willen. Dat betekent ook dat we onze verkoopopdracht natuurlijk boven deze paarse lijn gaan zetten. En dat doe ik hier zo. Ik zet hem hier vlak boven deze MA20 die hier staat. Ik zet een verkooporder, een gewone standaard limit sell order, voor niet alles, maar voor ongeveer 75% van datgene wat we op dit ogenblik in huis hebben. Die staat nu ook. En ik zet op deze plek, waar we net hebben gekocht, even een verticale lijn. En ik noem die lijn even start. Dit is het moment dat we in deze trade zijn gestapt. Dit hoef je niet te doen, maar ik doe dat zelf altijd om voor mezelf altijd een beeld te hebben hoe lang ik in een trade zit. Dergelijke trades op 1 minuut charts laat ik normaal gesproken, als ik zelf aan het traden ben, met deze strategie op dit chart interval niet langer duren dan een 30 minuten of zo. Tenzij er iets heel belangrijks, iets heel spannends aan de hand is. Maar voor de zekerheid zet ik gewoon even 2 lijnen neer, dat we het goed in de gaten kunnen houden. 2 lijnen is op 21.42. Nou, het zou mij verbazen dat we dan nog in die trade zitten. Je weet maar nooit. Ik denk niet dat dat gebeurt. Volgens mij zijn we er al veel eerder uit. Dat is dat. Ik zou nog even een alertje kunnen zetten hier. Als de prijs begint te dalen en in de buurt komt van deze verkoopprijs. Dan, of koopprijs, bijkoopprijs. Dan wil ik dat graag even weten. Dus ik zet daar even een alert. En ik hoor die alerts alleen nog niet in HyperTrader. Ik weet dat ze daarmee bezig zijn. Maar ik wil ook wel even een alert hebben als de prijs
naar boven gaat en in de buurt van onze verkoop komt te zitten. Op dit ogenblik is het een eigen geldje, om het zo maar te zeggen. We staan nu min of meer break-even. Kijk maar, de prijs staat nu echt op het punt waarop we hebben gekocht. Hierbovenaan kun je trouwens de feitelijke winst en het feitelijke verlies ook voortdurend in de gaten houden. USDT, nog even, terwijl dit gewoon verder loopt. Wat USDT betreft, er ontstond een hoop oproer een aantal jaar geleden. Want de accountant die stopte ermee, de accountant van het bedrijf achter USDT, die zei van, mij wordt gevraagd om een rapportage te maken van USDT en van het feit of die munt wel of niet wordt geborgd. Liggen daar wel echte dollars achter? En ik kan geen rapportage afgeven met een goed gevoel. Dus ik doe dat niet, ik stop ermee, ik neem mijn ontslag in. En dat leverde toen, en dit is een paar jaar geleden, volgens mij was het 2018 of 2019, leverde een hoop rumoer op en het leverde zelfs een crash op van de USDT-prijs. Die schoot van bijna $1, wat die stablecoins eigenlijk altijd kosten, naar beneden naar, ik geloof, $0,89 of zo. Dus die schoot 11% naar beneden in één klap, binnen een paar uur tijd. Door de week was het, dat weet ik nog, op een ochtend. Toen was dat voor heel veel mensen natuurlijk aanleiding om één van twee dingen te doen. De ene groep mensen zei, oh jee, daar gaat mijn USDT verkopen, eruit halen wat ik er nog uit kan halen, want dit wordt nooit meer wat. En een andere groep zei van, nou, dit is een mooie buitenkomst. Ik kan nu een dollar kopen voor 11% minder. Ik krijg gewoon 11% korting op elke dollar die ik koop. Laat me doorkomen die USDT's. Die laatste groep die heeft een hoop geld verdiend. Want ik geloof binnen een dag tijd, ook als gevolg van wat reddingsacties, van wat handelsplatformen, steeg de prijs van USDT weer terug naar het normale niveau. Dus dat gerucht was blijkbaar, of het feit dat die accountant opstapte was waar. Maar het gerucht dat er iets heel ergs aan de hand zou zijn met die USDT dus niet. En uiteindelijk hebben veel mensen daar dus van geprofiteerd. Maar het probleem is er misschien, dat weet eigenlijk niemand 100% zeker, nog steeds. Er is nooit officieel een verklaring afgegeven van waar de dollars nou zijn die achter die USDT zouden zitten. Dat maakt USDT misschien een wat meer risicovolle munt. Dat is één. Twee is dat we vanaf eind deze maand, 30 juni, MiCA hebben. Het eerste deel van MiCA, een wetgeving opgelegd door het Europese parlement. Of Europese Commissie, sorry. En onderdeel van de MiCA-wetgeving is dat stablecoins aan een aantal eisen moeten voldoen om in Europa, in landen waar de MiCA-wetgeving voor geldt, te mogen worden verkocht en gekocht. Ik praat niet over traden ermee, dat is een heel ander verhaal, maar wel over het kopen ervan. En kopen betekent bijvoorbeeld dat je naar Bybit gaat en je gaat lekker traden, je stuurt daar euro's heen en voor die euro's koop je wat USDT. En die USDT neem je vervolgens op vanaf Bybit en die stuur je naar je eigen wallet. Dat kan dus niet meer. Volgens mij kan het nu al niet meer, maar anders kan het zeker binnenkort niet meer vanaf 30 juni als die wet in werking treedt. Want USDT valt in de categorie stablecoins die niet zijn goedgekeurd door MiCA. Ik heb in een podcast van weken geleden, ik weet helaas niet meer wanneer het was, ik kan dat ongetwijfeld nakijken als ik de scripts er even bij pak, maar een tijd geleden heb ik het hier over gehad. Zei pas op, in de loop van juni gaat dit gemekker opleveren. Dit gaat gemekker met de prijs opleveren. Die gaat wat USDT betreft alle kanten op en misschien ga je wat paniekreacties zien. Houd daar rekening mee. Betekent dat mensen als Kevin en ik niet meer met USDT traden? Nee, ik kan niet voor Kevin spreken, bovendien zit hij sowieso te vissen nu. Maar ik trade gewoon door met USDT. Alleen, dat weet je misschien wel als je mij wat langer volgt, ik heb niet zoveel USDT, ik heb niet zoveel fiat. Het meeste wat ik heb is crypto en dan geen stablecoins, maar echte cryptomunten. En dat betekent dat er voor mij niet zo heel veel aan de hand is. Mocht dat voor jou anders zijn en mocht je echt voor je gevoel een te groot risico lopen als je nu alleen met USDT als stablecoin blijft, zou je natuurlijk altijd kunnen overwegen om dat te diversificeren. En te zeggen, weet je wat, mijn USDT verkoop ik voor de helft in USDC bijvoorbeeld, een andere stablecoin, of USDP, de munt van Paxos. Dan heb ik in ieder geval, als er heel erge problemen zouden ontstaan met de USDT, heb ik maar voor de helft het risico. Zou je kunnen doen. Aan de andere kant, en dat is dus het probleem waar we op dit ogenblik nog allemaal mee zitten, het handelsvolume op platformen zoals bijvoorbeeld Bybit, maar ook Binance en alle handelsplatformen, met USDT als quote asset, als zeg maar basismunt, is gewoon veel groter dan met welke andere munt dan ook. Kijk, je zou kunnen zeggen, ik kan toch ook op Bybit met euro's gaan traden. Vandaag kreeg ik een mailtje van Bybit dat de euro's in de aanbieding zijn. Als ik met euro-muntparen handel, betaal ik 0% commissie. Dat klopt, hartstikke waar. Het probleem is alleen, er is nauwelijks volume. Ze doen zo'n aanbod om jou met euro's te laten traden. Natuurlijk echt niet voor niks. Dat doen ze omdat ze willen dat er meer volume in die markten komt. En op dit ogenblik is er gewoon simpelweg te weinig volume om structureel te kunnen daytraden met een strategie zoals deze, met de euro als basismunt. Vandaar dat we voorlopig gewoon met de USDT blijven doorgaan.
Ik zie USDT als een mogelijk risico, maar ik til er ook weer niet te zwaar aan, want veel te veel handelsplatformen hebben een veel te groot belang bij de USDT. En ik vermoed, als dit de verkeerde kant op schiet, als er weer een hoop fut in de markt ontstaat, doordat er meer naar buiten komt over het verbod van USDT, het verbod tussen aanhalingstekens, ik vermoed dat de prijs van USDT wel wat gaat fluctueren, maar ik zie het voorlopig eerder als handelskansen, als tradingkansen, dan als een serieus alarmsignaal. Maar dat is mijn mening. Doe altijd je eigen onderzoek voordat je natuurlijk beslist om zwaar in USDT te gaan of in paniek uit USDT te gaan. Dus dat even wat de USDT-vraag betreft. We hebben verkocht, we zitten in een winsttrade op dit ogenblik. Ik ga eerst even deze trade managen. Ik heb namelijk nog een klein beetje over wat dit betreft. En we gaan dit doen op dezelfde manier als vorige week. Toen ik ook een café heb gedaan. Dit is alles wat we nog over hebben van deze munt. Zo, we gaan met de trend mee trailen. Want wat er nu gebeurt is het volgende. Als dit hier allemaal wat te snel ging. Ook nog eens een keer met dat gepraat van mij ertussendoor. We zijn zojuist met wat deze trade betreft in de winst gekomen. Doordat we als gevolg van een spike trouwens hier. Een snelle market order lijkt dit te zijn. Iemand die wat te enthousiast wilde kopen. We hebben verkocht voor een prijs ruim boven de prijs waarop we zijn ingestapt. Het is nog niet heel spectaculair wat winst betreft natuurlijk. Onderaan de streep gaat het eigenlijk niet al heel erg veel, want we traden maar met een kwart van ons budget. En we hebben op dat eerste kwart hebben we maar 0,5% winst gemaakt. Netto winst, dus de kosten zijn er wel vanaf. Dat is onderaan de streep maar 0,125%. Dus je moet 8 van dergelijke trades doen om klaar te zijn voor die dag. Nou, kun je ook zeggen, nou dat is niet zo heel veel. Dat is 8 maal 10 minuten, na 1,5 uur ben je klaar. Klopt ook over het algemeen wel. Maar we gaan eens kijken of we er nog wat meer uit kunnen slepen. Om te beginnen deze bijkoopopdracht, die kan weg, die hebben we niet meer nodig. Zolang we nu boven deze paarse lijn blijven staan, die je hier ziet, dat is de nieuwe break-even lijn. Zolang we daarboven blijven staan, zitten we wat deze trade betreft in de winst. Dus we kunnen eigenlijk deze trade nooit meer verliezen. We spelen nu min of meer met gratis geld. Je ziet een hele hoop volatiliteit. Lijkt erop dat er iets binnen is gekomen van de Fed. Ik heb het zelf nog niet gelezen, maar dit is een reactie. Ik kan even kijken wat Bitcoin doet. Ja, dit lijkt een reactie te zijn. Het lijkt erop, als ik nu naar de Bitcoin chart kijk, hier, heel kort door de bocht, dat de Fed heeft beslist de rente in ieder geval niet te verhogen. En misschien heeft het gezinspeeld op een mogelijke renteverlaging in de toekomst. Als een van de moderators al wat meer weet, post het even in de chat, in onze interne chat. Dan kan ik meteen even wat uit voorlezen. Nog 5 minuten, zegt Chris. Ah, Chris is altijd een van degenen die dat het best in de gaten houdt. Oh, de persconferentie begint pas om 8 uur. Ik dacht dat hij om 7:30 begon. Oké, dan wachten we daar nog even op. De markt denkt blijkbaar dat het de goede kant op gaat. Wat ik zeggen wilde, we hebben dus nu 75% van onze inkoop verkocht met winst. Daardoor zakt deze break-even lijn enorm. Alles hierboven is dus winst. En we hebben nu een trailing order geplaatst. Trailen met de hand overigens. Waarbij we letterlijk trailen, meelopen met de prijs. Als de prijs stijgt, trailen we mee naar boven. Als de prijs daalt, doen we helemaal niks. Dan wachten we totdat we worden uitgestopt, zoals het heet, totdat alles wordt verkocht. En dan zijn we klaar met deze trade. Je ziet, het springt echt alle kanten op. Dit zie je niet zo heel vaak, zo ontzettend veel volatiliteit. Dit is waarschijnlijk echt het gevolg van de angst en de hebzucht die nu met elkaar in gevecht zijn als het gaat om wat Wall Street gaat doen. Ik zie nu inmiddels trouwens, kijk, we zitten aardig in de buurt van deze wick naar beneden, hoor. Zo, ik zie nu waarschijnlijk wel een grote kans dat we binnen een paar minuten worden uitgestopt. Want dit gaat zo rap nu. Even afwachten, we hebben nooit. Dit gaat allemaal naar boven nu. Nog steeds geen WGM die ergens over gaat trouwens. WGHM, we gaan het meemaken, indicator. Dat ziet er allemaal nog niet heel erg overboord uit. Dit gaat wel de goede kant op trouwens. Kijk, dit lijkt, als je deze lijnen van de MACD ziet, die nu naar boven lopen. Dit is een momentum indicator, op de manier waarop wij hem hier gebruiken. Dan zou je eerder prijsstijgingen verwachten dan prijsdalingen. Vooral omdat deze nog naar beneden loopt. Dat is een divergentie zoals het zo mooi heet. Nou, ik ben benieuwd of het uit gaat komen wat ik roep. Ik verschuif mijn stop market order een klein beetje. Peanuts dit, maar ik zet hem even onder deze low die daar staat. Als deze low nu alsnog wordt geraakt, als de prijs daaronder duikt, dan zijn we ook echt klaar. Einde verhaal, volgende trade. Soms vergeet ik gewoon dit soort trails te checken. Dus ik zet even een timertje opnieuw van 3 minuten. Om direct met de deur in huis te vallen, zegt Bart. Als USDT niet meer beschikbaar is om op te nemen door de MiCA-wet, kun je er nog wel mee daytraden? Het antwoord is ja, voorlopig wel. Alle handelsplatformen geven op dit die ik ken en waarmee ik hierover heb gesproken, geven aan dat tradingparen gewoon blijven bestaan. Zolang er, eigenlijk is het heel simpel, zolang er genoeg volume is, kun je ermee blijven traden.
Wat niet meer kan is USDT opnemen. Je zult dat moeten omzetten. En als het nog kan bij handelsplatformen zal dat ongetwijfeld veranderen als ze willen voldoen aan de MiCA-wetgeving. Houd dat in je achterhoofd, hè. Als je als handelsplatform wilt voldoen aan de Europese MiCA-wetgeving, mag je het je klanten niet meer mogelijk maken om USDT in eigen wallets te stoppen. MiCA wil jou beschermen. Verder geen commentaar. Maar dus traden kan wel. Het hebben van tradehandel sparen, daar is niks mis mee. De eerste 3 minuten zijn voorbij. Waar zijn we? Nog steeds op weg. Duidelijk even wat een pas op de plaats op dit ogenblik. De prijs beweegt nu even niet meer zo heel veel. Maar de dip hebben we nog niet gepakt. Remy die zegt, hoe krijg ik het orderboek weg? Of kan ik het verplaatsen? Remy, als je praat over HyperTrader, de tool die we hier gebruiken tijdens het live traden. Dat orderboek, dat zit hier volgens mij. Hier, orderbooks en trades. Deze tab. Kijk, hier heb je het orderboek staan. En als ik die weghaal, dan de trades blijven staan. Dat is deze tab. Dat is het orderform. Maar met trades bedoelen zij dit gedeelte. De laatst uitgevoerde orders. Dit is de verkoopmuur van het orderboek. Dit is de koopmuur van het orderboek. En dit zijn de trades die op dit ogenblik als laatste uit het orderboek zijn gehaald. Om het zo maar te zeggen. Dus die vind je hier en dit is de tab om dat te doen. Zo zijn ze weg. Ik gebruik ze meestal ook niet. Kijk eens aan, de prijs begint te stijgen op dit ogenblik. En ik zie nu een melding in onze interne chat van Chris, waarvoor dank. De rente verandert niet op dit ogenblik. Dus de Fed heeft als eerste gezegd tijdens de persconferentie dat ze de rente niet gaan aanpassen. Ze nemen dus nog geen enkele actie naar aanleiding van de wat positievere signalen uit Amerika over de inflatiecijfers. Ik denk dat dat bullish is voor Bitcoin. En we gaan even kijken of dat echt zo is. Op dit ogenblik, je ziet een kleine dip hier. Nog niet echt. Heel benieuwd wat dit is. Wat leuk is, wat ik eigenlijk altijd wel even doe in zo'n geval, is ook even de 5-minuten chart erbij pakken. Dit zijn de charts die ik vaak gebruik voor de CryptoCoiners podcast. Dit is de 5-minuten chart van Bitcoin. Kijk een snelle wick nu. Oh, dit is de markt die reageert. Dit zijn ongetwijfeld ook wat posities die worden uitgestopt, geliquideerd. Wat long posities die worden gesqueezed, zoals het heet. 5-minuten chart dit, hè. Dit hoeft niet al te lang te duren. Interessant om even in de gaten te houden natuurlijk de komende paar minuten. Kijken wanneer de markt zich bedaart en tot rust komt. Dan nog even naar deze chart. Hier gebeurt op dit ogenblik heel weinig. Dat laten we even lopen. Is USDC, vraagt Jessica. Is dat een alternatief voor USDT? Absoluut. Is één van de cryptomunten die er zijn. Er zijn er heel veel. Heel veel stablecoins. Doe altijd. Ik kan het niet nadrukkelijk genoeg zeggen dit, Jessica. Doe echt ook altijd je eigen onderzoek voordat je beslist met welke stablecoin je uiteindelijk je vermogen wilt beschermen. Of waar je een gedeelte van je vermogen in wilt opslaan, natuurlijk. Aangezien vraag 1 al beantwoord is, zegt een andere Bart, heb ik nog een vraag. Trade jij in Bearish Markt, dus een vraag aan mij denk ik. Trade je in Bearish Markt, zoals nu, ook op de 15 minuten set and forget? Of kies je eerder voor snellere trades volgens de CryptoCoiners 2 strategie? Bart, ik heb die vraag in een andere vorm net al beantwoord. En ik zeg eigenlijk maar 1 ding. 1 juli. Wacht even op 1 juli. Dan kom ik met uitgebreide informatie hierover. Tijdens de volgende CryptoCoiners Challenge Roundup. Is dat trouwens maandag 1 juli overdag. Wanno, daar gaat hij, zegt Wanno. Oké, dat gaat dus over de Bitcoinprijs. Een dip op dit ogenblik. De markt reageert dit voor de zekerheid. Dit ziet er spectaculair uit. Dit is om te beginnen een 5 minuten chart met een pas op de plaats hier. Kijk, nauwelijks volume. Een aantal candles langer. Opeens knalt die prijs naar beneden. Dit lijkt gigantisch, maar als je echt kijkt naar het percentage, dit gaat over maar 1,2-1,3%. Gaat eigenlijk nergens over. Dit is een klassieke wolkenkrabber trouwens, wat je hier ziet ontstaan. Een rode, lange rode volumestaaf. Het wachten is eigenlijk, dan weten we zeker dat deze klapper voorbij is. Als er zometeen een complete candle is, dus dat is elke 5 minuten zo, met een groene volume, een hele kleine, korte, groene volumestaaf. Dan weet je dat de zaak alweer stabiliseert. Op dit ogenblik is dat dus nog niet het geval. De prijs van Bitcoin daalt nog even door. We houden hem in de gaten. Hoe is met onze trade? De prijs stabiliseert daar op dit ogenblik ook een beetje. Volume loopt hard terug. Iedereen focust nu op Bitcoin. Ik denk dat we deze maar even wat omhoog schuiven, dat we niet te lang in deze trade blijven zitten. En dus nog eens een nieuwe trade kunnen gaan doen. Dus ik schuif nu bewust mijn trail wat naar boven. Ik houd me even niet helemaal aan de piekjes en de troughjes. Gewoon kijken om dan maar te worden uitgestopt. En dan kunnen we in ieder geval door met de volgende trade. Hesk die zegt, waarom ga je nu niet omhoog met de laatste restjes van de trade? Ook weet niet of ik hem goed had uitgedrukt, Hesk. Dat doe ik niet omdat ik dezelfde manier heb gevolgd of wilde gaan volgen die ik vorige week heb gevolgd. Namelijk meetrailen op de trend. En dat betekent niet meetrailen op de prijs, maar meetrailen op de troughs. Oftewel, bij elk dal dat ontstaat, hier was dus zo'n dal, bij elk nieuw dal dat ontstaat, verschuif ik de
mits de prijs natuurlijk stijgt, want anders word je uitgestopt, verschuif ik de trailing stop market order. Maar nu op dit ogenblik heb ik daar even afscheid van genomen vanwege natuurlijk ook een beetje Wall Street en trail ik gewoon met de prijs mee. Ik wil ook niet te lang in deze trade zitten. Kijk, ik word alweer onrustig. Hij heeft bijna een half uur geduurd deze trade. Tijd om afscheid van te nemen en het volgende trade te kunnen gaan doen. We wachten nog even af hoe dit zich verder ontwikkelt. BTC dropt, zegt Nicole. Geen goed nieuws. Waarschijnlijk gewoon teleurstelling. Ik denk dat meer beleggers dan jij en ik denken toch hadden gehoopt op een renteverlaging, aankondiging. Een beetje naïef lijkt mij, want die vetgasten die hebben eigenlijk maar twee manieren om de economie te controleren. Ene is geld schaarser of minder schaars maken. En de andere is dus door te drukken of terug uit de markt te halen. Of rente verhogen en rente verlagen. Meer kunnen ze niet doen. En je moet je voorstellen, als de Fed nu zou zeggen, we verlagen de rente, want de inflatiecijfers vallen een beetje mee. Dit is alleen maar price index, hè. Dit is niet het complete inflatiecijfer. Dat was eerder tegenvallend. Dat kwam 2 weken geleden naar buiten, of 3 weken geleden. Als de Fed nu zou zeggen, we verlagen de rente en de inflatie die stijgt weer, of de prijsindex neemt weer toe, dan hebben ze gewoon een flater. En dan moeten ze corrigeren door de rente weer te gaan verhogen. En zo'n yo-yo gedrag, dat willen ze liever niet. Want dat maakt naar hun mening de markten extreem onrustig. Wat het wel laat zien natuurlijk, opnieuw, is hoe erg geld wordt gemanipuleerd door een paar beslissingen van een paar mensen. En die ervoor zorgen dat mensen veel minder hebben aan hun geld, omdat het steeds minder waard wordt. En inflatie is gewoon een kwestie van verkrapte belastingheffing, die niet nodig zou zijn als geld niet zou verkrappen. Als geld niet zou verkrappen en geld niet zou versoepelen, als het dus het niet zou kunnen worden gemanipuleerd door onbeperkt bij te drukken of terug te halen uit de markt, zou je eigenlijk geen inflatie hebben, hoe gek het ook klinkt. Sommige producten zouden wel duurder worden, aan andere producten weer goedkoper, dan gaat de marktwerking echt spelen. We gaan vraag en aanbod bepalen hoe duur iets is en niet meer de schaarste van datgene waarmee je iets koopt. Een belangrijke reden waarom ik zo vehement ben op het verzamelen van coins zoals Bitcoin en assets zoals goud en dergelijke. Wapen jezelf alsjeblieft tegen de ontwaarding van je eigen geld. Het is het gewoon niet waard, letterlijk niet. Het is, no pun intended, het is het niet waard. Nou, er komen de ene melding naar de andere vliegt ons om de oren, maar normaal gesproken zou ik nu meer dan 1, 2 tegelijk doen, dat begrijp je waarschijnlijk ook wel, maar in het licht van het café liever niet. We proberen dit zo gestructureerd mogelijk te houden, dus 1 trade tegelijk. Weet je wat ik doe? Ik loop toch even met de candletjes mee. Daar gaan we. En we zitten op dit ogenblik. Ik ga even onder de low zitten van de laatste van 4 candles. Zo, dus dat is nu deze. Deze candle is nu nog in opbouw, duurt ongeveer een minuut. Dus dit is de kijk nu naar deze candle. De low van deze candle, die hou ik even in de gaten. En ik blijf gewoon even de lows volgen. Ik zal het een beetje uitzoomen. Dan ziet het er ook nog veel spectaculairder uit natuurlijk. Dat betekent dus dat zometeen, als de prijs nog verder stijgt, schuiven we nog wat meer omhoog naar dit niveau. Voor de zekerheid, hier hebben we de rest voor verkocht. Die 75%. Als we nu zouden worden uitgestold, hadden we dus beter alles in één keer kunnen verkopen. En dat is eigenlijk op dergelijke korte charts wat je meestal ziet. Wat we vorige week in het café hebben gezien, een hele hoop winst door die tweede trail, of die trail, is eerder uitzondering dan regel. Veel meldingen, dat betekent dat de markten lekker volatiel worden op het ogenblik. Nog steeds Bitcoin, nog steeds aan het dalen. We hebben nog steeds geen wolkenkrabber die... we hebben geen rode staaf nog, groene staaf nog naast de wolkenkrabber. Heel interessant hoe dit zich ontwikkelt. Daar is HyperTrader. Deze candle is inmiddels klaar, denk ik. 1, 2, 3. Ja, nee, dat is nog steeds dezelfde. Ja, nee, deze kan omhoog. Daar gaan we naartoe. Je begrijpt het wel. Ik wil eigenlijk gewoon worden uitgestopt voor deze trade. Zodat we kunnen doorgaan met de volgende. Anki, als de Mika-wet nu is ingegaan. Nee, dat is er nog niet. Eind juni deel 1. Dan heeft dat toch veel meer consequenties? Of loopt het niet zo'n vaart? Niemand kan natuurlijk de toekomst voorspellen. Niemand kan helemaal voorspellen hoe de markt gaat reageren. Maar onthoud wel dat Mika nu, het gedeelte van Mika dat nu ingaat, om het zo maar te zeggen, eind van deze maand, heeft voornamelijk eigenlijk alleen maar betrekking op stablecoins. De grote klapper komt pas over 6 maanden na 30 juni, op 30 december, als ook handelsplatformen, exchanges, we zijn uitgestopt, klaar is Kees, ook handelsplatformen, dus ook exchanges, worden door Mika worden gereguleerd. Het gaat trouwens alleen om spot, het gaat niet om derivaten. Mika zegt niks over derivaten, dat blijven lokale beslissingen door regeringen zelf. Dus dat voorspelt niet veel goeds voor Nederland en derivaten traden op bijvoorbeeld Bybit of Binance of zo. Dat zal, als ik de Nederlandse bank zo een beetje inschat, die willen jou beschermen. En dat betekent dat je dat waarschijnlijk wel kunt shaken.
Oké, we zijn klaar met deze trade. Mooi. Ik zie een favorietje van mij voorbij komen. Ton, de Telegram coin. Dat is deze. Je weet maar nooit. Misschien kunnen we hierop traden. Ah, te laat al. Kijk, deze melding kwam om 20:11 op de 1 minuten chart. Hij komt een beetje... Dat is deze. Ja, oké, dat kan inderdaad nog net. De melding is niet al te vroeg, zie je. Die hadden we kunnen pakken. Dat was een winst trade geweest trouwens. Dan gaan we naar Mon toe. Kijken of we daar nog wat kunnen meepakken. Dat is deze. Ook al te laat op dit ogenblik. 20:11. Vreemd in de melding komen iets later dan ik ze had gewild. Rustig even afwachten. Kunnen we wel even snel de charts door. Dat doe ik trouwens wel vaker in zo'n geval. Want als je dit de eerste keer is dat je hierbij bent in het café. En je denkt bij jezelf, ja, die scanner... Heb je dat ding echt nodig? Het antwoord is nee. Heel simpel, nee. Hij is goed, hij is snel, hij levert je een hoop, hij bespaart je een hoop tijd. Maar alles wat de scanner doet, kun je ook zonder scanner. En dat ga ik je nu laten zien. We weten maar nooit of we een melding tegenkomen waar we misschien wat mee kunnen zonder scanner. En daarom ga ik even naar de markten toe. Die staan hier. En ik sorteer ze even op USDT. En ik wil alleen de spotmarkten hebben, dus derivaten hoef ik niet, die kunnen weg. En ik sorteer ze eventjes van... veel naar weinig, oftewel handelsvolume. Kijk, Bitcoin versus de dollar, daar is op Bybit de afgelopen dag voor ruim $1 miljard in verhandeld. Dit is biljoen, biljoen in het Engels, dat is een miljard in het Nederlands. Oftewel, hoog volume. Maar ik kan je nu vertellen, waarschijnlijk weinig volatiliteit. Minder dan wat echt, om het echt, je kunt niet echt winstgevend gaan maken dit. Kijk, als we hier waren ingestapt, ja, dan hadden we voor het eerst in lange tijd misschien een mooie winstgevende Bitcoin trade kunnen doen. Dat komt niet zo heel vaak voor. Meestal is die band een stuk kleiner. Zeker op de korte intervallen. Hoe zit het met Ether? Die is ook niet oversold op het ogenblik. Wat ik nu namelijk doe. Ik kijk nu naar de charts. Zoals de scanner dat zou doen. Dus ik negeer gewoon de scanner. Ik laat hem lekker doormekkeren met meldingen. Ik kijk gewoon zelf even naar de charts. En wat ik op let is het volgende. Ik wil een chart hebben. Waarbij de onderste band van de bollettische bands. Sorry. De prijs. Onder de onderste band van de bollettische bands is gesloten of geopend. Zoals op dit ogenblik bijvoorbeeld bij deze candle zo is. De candle hier van 20:06. Die van 20:07 ook nog, deze. Dat is één van de twee voorwaarden. De tweede voorwaarde is dat de gele en de rode lijn hier, de stochastic oscillator, ook onderin staat in het onderste bereik. Ik zal voor de zekerheid die RSI even uitzetten, dan kun je het wat beter zien. Onder die 20%. Daar moet dit... Beide lijnen moeten in ieder geval onder de 20% staan. Ik focus al wat eerst op dit ding, op deze indicator. Als die klopt, pas dan kijk ik daarna en misschien kijk ik daarna nog een keer hiernaar. Maar als je je afvraagt hoe kan dit zo snel, het enige waar ik op let is dit. De prijsontwikkeling hier. Dus dat is Solana, dan gaan we naar MNT, die staat ook niet goed. Die hoeven we niet te doen, dat is een stablecoin. Gaan we naar NOT, gaan we naar ONDO. Kijk, niets op dit ogenblik is overtuigend oversold. De reden dat we bijvoorbeeld hier nog geen melding kregen van dit munt, ja hier trouwens wel, van deze wordt nog geen melding kregen, is omdat de rode lijn van de stochastic oscillator nog niet op de goede plek staat. Dus helaas, je had kunnen instappen, maar het risico is gewoon wat groter dat het toch een verkeerde trade zou zijn geworden. Dat was Apex, gaan we naar Ripple, die trouwens vernietigend vandaag de keer ging over Doge, maar dat is een ander verhaal. Doge zelf komt eronder, grappig, meteen eronder. Qua volume, IO, nee, niets op dit ogenblik is oversold zoals je ziet. Nee, helaas. Nou, dan gaan we, als we echt niks vinden, ik ben nu al bij 28 miljoen bitcoin. Ik wil minimaal $5 miljoen verhandeld zien, anders is het niet interessant. Shiba Inu, nee, ook niet. Zeker niet. Alles gaat nu naar boven op dit ogenblik. Kan haast niet anders dan dat de bitcoinprijs nu ook beweegt. Even kijken. Ja, die gaat omhoog. Kijk, daar heb je hem al. Kan haast niet anders. Je ziet die altcoins volgen gewoon. Hier is de wolkenkrabber op dit punt. Dus dit laat zien dat de prijs nu is gestabiliseerd. Ik ben benieuwd of we snel wat de 5 minuten chart betreft alweer boven die MA20 komen. Het zou me echt niet verbazen als dat gebeurt. Dit was OP. We gaan nog even door. Doe nog een paar. Ook, ja, geen één munt op dit ogenblik is oversold. Natuurlijk niet. Alles schiet nu omhoog. Cardano. Alles FTM. En we zijn er al bijna. We zitten op de 16 miljoen nu. Neer. ATH. Munt die ATH. Ik blijf leuk. Deze ook niet. Deze ook niet. Dit, als je afvraagt hoe kan dit zo snel. Dit is niet zo moeilijk. Het enige wat ik oplet is dit. Staat die prijs onder die onderste blauwe band? Dan pas kijk ik verder. Als dat niet zo is, kijk ik niet eens verder. Is niet interessant voor deze strategie. Dus wat je normaal met de scanner doet, kun je echt ook zonder scanner doen. En wat ik ook altijd aanraad, en als je als een klinker van mij hebt gevolgd, weet je dit, ik zeg dit altijd. Die scanner is super, fantastisch product. En heel veel mensen heel erg blij mee, omdat ze heel veel tijd bespaart. Maar de scanner is geen magische tool of zo. Dit ding doet niets anders dan naar charts kijken.
Alleen hij doet er tienduizenden per minuut. Dus dat gaat een beetje sneller dan dat wij het kunnen. Vandaar dat er kan. En hij houdt rekening met eisen die hij zelf stelt. Een voorbeeld, ik wil geen charts bekijken met een volume, een handelsvolume over de afgelopen dag, van minder dan 5 miljoen dollar. Dus die laat hij me ook niet zien. Ik heb dat ingesteld, ik heb een regeltje opgegeven. En ik wil geen charts hebben waarbij de bulletin bands te smal zijn. Dus ik heb een regeltje opgegeven om dat te doen. En zo zijn er nog meer regels die je kunt opgeven. Dat bespaart je gewoon veel tijd. Maar je kunt het ook gewoon zelf doen. En ik raad dus ook iedereen aan, als je begint met traden, doe het alsjeblieft eerst zonder scanner. Altijd zonder scanner. Pas als dat lekker gaat, als je die charts kunt lezen, kun je altijd nog overwegen om een scanner te gaan gebruiken. En houd je achterhoofd, dat is net een navigatiesysteem. Als je erin slaagt om zonder navigatiesysteem, misschien met wat kaartlezen hier en daar, van A naar B te rijden, dan kun je een navigatiesysteem prima gebruiken. Maar stel je voor, je hebt een navigatiesysteem in je auto en dat geeft de geest. En je weet niet hoe je zonder navigatiesysteem ergens komt. Dan heb je een serieus probleem. Bij scanners is dat natuurlijk ook een beetje zo. Je wilt het altijd ook zelf kunnen. Nou, er is niks. We stoppen maar met zoeken, want ik duik al bijna onder de 10 miljoen nu. WorldCoin. Oké, we gaan rustig wachten tot er misschien weer een melding komt. Dat kan best nog even duren. Kan zijn dat we vandaag wat korter café hebben dan anders. We gaan het meemaken. Zolang er nog vragen zijn, blijven we gezellig doorgaan. Wat is op het ogenblik de best gewaarborgde stablecoin door dollar volgens de gekende rapporten? Wim, je zult dat echt zelf willen uitzoeken. Het enige wat ik je kan vertellen is dat ik nog steeds hele goede gevoelens heb bij Pax, de USDP van Paxos. Vroeger heette dat ding Pax, tegenwoordig heet die USDP, die P staat voor Paxos. Een bedrijf uit Amerika, die hebben aantoonbare verslagen. En dat is een van de coins die over het algemeen bekend staat als de coin met die 100% geborgd is. Maar voor de rest, dit zul je echt zelf willen opzoeken. Je nooit afgaan op wat iemand anders zegt. Trade je alleen met indicators, vraagt Martijn. Gewoon jij zegt alsjeblieft, Martijn. Het antwoord is ja en nee. Ja, meestal wel. Als ik heel eerlijk ben, als ik zelf daytrade of swing trades doe, gebruik ik eigenlijk. Weet je, het is een leuke vraag trouwens, Martijn. Dit is niet het enige systeem, dat begrijp je zelf ook. Er zijn tientallen, honderden, misschien wel duizenden tradingstrategieën. Ik heb deze strategie in 2018 uitgebouwd, bedacht en uitgebouwd, begin 2018. Werkte prima, werkt nog steeds prima. Het is een indicator gebaseerde strategie. En hoewel er allerlei strategieën bestaan die niet gebruik maken van indicators, maar bijvoorbeeld werken op basis van alleen price action, candlesticks lezen enzovoort enzovoort, heb ik zoiets van, waarom zou ik een strategie die voor mij zo ontzettend goed werkt, niet gewoon blijven gebruiken? Dus vandaar dat ik nog steeds, zeker hier in het café waarin je toch dingen zo toegankelijk mogelijk wilt maken, gewoon met de CryptoCoiners daytrading strategie blijf werken. Als ik zelf privé trade, gebruik ik deze strategie, maar ook een paar andere. Nogmaals, meer daarover vanaf 1 juli. Maar voor daytraden is dit naar mijn mening een van de makkelijkste strategieën om te leren. Ook omdat hij een enorm hoge winstratio heeft. Oftewel, het aantal trades dat je wint met deze strategie is een veelvoud van het aantal trades dat je verliest met deze strategie. Dus niet 50-50 of 60-40 of zo. Ik had vorige week, donderdagavond, had ik een terugkomstsessie van een cursus die ik geef, beleggen en traden met Bitcoin. Daar had ik iemand in de klas zitten, om het zo maar te zeggen. Dat was een Zoom-sessie. En die vertelde dat hij pas net was begonnen, had niet zo heel veel trades gedaan. En hij zei, ik heb nu een winstratio van 70%+, 70-80%. En moet je nagaan, hij was een beginnend trader. En dat is typisch voor deze strategie. Zelfs beginnende traders, die dus nog nauwelijks trades hebben gedaan, die halen al een dergelijke winstratio. En ik kan je vertellen, als je een gevorderd trader bent, als je echt honderden, zo'n die duizenden trades hebt gedaan met deze strategie, dan haal je winstratio's. Dus ik ken er heel veel, ik ben er zelf ook een van, die winstratio's halen van ruim boven de 90%. Ja, dan is het vrij makkelijk om bij een strategie te blijven natuurlijk en niet automatisch te hoppen naar een andere strategie. Dus dat is de reden dat je mij hier in het café altijd met indicators ziet traden. Wie stelde de vraag net? Dat was, even kijken hoor, Martijn. A, het is een toegankelijke strategie. Hij is super makkelijk te leren. En B, hij werkt. Ja, dus dat zijn twee belangrijke redenen om erbij te blijven. Overigens zou ik me niet verbazen als je binnen CryptoCoiners ook andere strategieën tegenkomt. Als video's bijvoorbeeld of in livestreams. Want elke trader in ons creator team gebruikt
toch zijn of haar eigen strategie. Al dan niet een variatie op deze of een variatie op een andere. En dat is alleen maar goed. Zo zou het ook moeten zijn volgens mij. Marco die zegt, kan ik als beginnend trader prima uit de voeten met een gratis tradingplatform? Of is het toch beter om een abonnement af te sluiten? Marco, dit wil je ook aan andere mensen vragen. Mijn visie hierop is, ik gebruik hier in het café, voor deze strategie gebruik ik HyperTrader. Dat is een trading tool die bestaat in een gratis versie en in een betaalde versie. En ik ga je open en eerlijk zeggen dat de versie die ik hier in het café gebruik, de betaalde versie is. De reden is dat je, het is de belangrijkste reden, dat je bij die betaalde versie meer dan één handelsplatform kunt aansluiten. Nu zie je me hier traden op Bybit, maar ik heb nog een paar andere handelsplatformen aangesloten, want dit is mijn, ik heb maar één HyperTrader versie, dat is deze. Er is nog een probleem met de gratis versie van HyperTrader. Je kunt niet zoveel indicators tegelijk aanzetten. Dus je kunt bijvoorbeeld twee schermen openzetten, een beetje mee pielen en zo. Dus het is af en toe wat behelpen. Het werkt, maar de gratis versie werkt wat moeizamer. Aan de andere kant, Marco, als je net begint, overigens leuk dat je er hierbij komt en leuk dat je die vraag hier stelt. Als je net begint, ben je waarschijnlijk wel bereid om dat ongemak min of meer voor lief te nemen. Nou ja, dan schakel ik maar een paar keer vaker heen en weer. Dan zet ik een indicator uit en weer aan en zo. Zo spannend is het allemaal niet. Merk je eenmaal dat je het begint te snappen, merk je eenmaal dat het leuk begint te worden, dan kun je altijd nog overwegen om de betaalde versie van HyperTrader te nemen. Er is nog een trading tool trouwens. Ik doe het hier in het café bijna altijd met HyperTrader. Tijdens andere projecten zoals de Challenge gebruik ik, net als Kevan overigens, AllTrady. En AllTrady bestaat ook in een gratis versie. AllTrady is trouwens een Nederlands product. HyperTrader is een Amerikaans product. AllTrady werkt met twee modellen. Het gratis model van AllTrady, daar kun je mee traden, maar niet echt. Je trade dan met papier, letterlijk met fake geld, zoals Donald Trump zou zeggen. Fake money. Het is paper trading op elk mogelijk handelsplatform. Dat is aangesloten, dus je kunt doen alsof je nu aan het traden zou zijn. Alleen je trade dan dus niet echt. Het is allemaal, je kunt een papieren account aanmaken, een virtueel trading account. Als je wilt traden, echt traden met echt geld met AllTrady, dan kom je niet aan een betaald abonnement. Dus dat zijn die twee. We hebben trouwens voor beide producten, zowel HyperTrader wat ik hier gebruik als AllTrady, hebben wij kortingslinks en codes die je kunt gebruiken als je gaat betalen. Dat scheelt je, ik weet niet uit mijn hoofd, 10, 15, 20% op de prijs die je betaalt voor beide producten. En een kleine disclaimer, ook CryptoCoiners ontvangt daarvan een marginale kickback. Niet zo heel veel, altijd leuk. De schoorsteen moet toch af en toe roken natuurlijk. Café moet ook worden betaald. De koffie die we hier gratis schenken. Dus misschien dat dat wat voor je is. Maar vooralsnog, begin gewoon Marco met gratis versies. En Marco, ik herhaal wat ik net zei. Die scanner, dat is een betaald product. Dat ding wat je boven mijn hoofd ziet, die heb je echt niet nodig om dit te leren. Nog een stap verder. Het leren traden met deze strategie hoeft je ook helemaal niks te kosten. Hoewel we daar cursussen over hebben. Er is een hele uitgebreide gratis video beschikbaar. Die staat op onze startpagina cryptocoiners.nl/start. En het is een lange video. Hij is wat ouder, dus een beetje gedateerd hier en daar. Maar alles wat ik in die video vertel klopt eigenlijk nog steeds als het gaat om de strategie en hoe je hem gebruikt. En als je dat bevalt kun je altijd nog besluiten als je dat nodig denkt te vinden om een keer een cursus of zo aan te schaffen. Maar voel je niet, wat ook in die tickerbar natuurlijk steeds voorbij komt daaronder, voel je niet verplicht om meteen allerlei gratis cursussen te gaan aanschaffen. Of allerlei cursussen te gaan aanschaffen en dure cursussen niet nodig. Dure begeleidingsprogramma's, dat soort werk. Premium kanalen op YouTube en zo. Ik vind het allemaal drie keer niks. Vooral wat niet nodig is. Oké, dat was mijn ongezouten mening daarover. Hisham, met welk maximumbedrag kan je eigenlijk grofweg mee traden met de 25-25-50 methode? Wat een goede vraag. Zonder dat je de markt beïnvloedt. Hisham, dit is echt een goede vraag. Want jouw vraag haakt in op het feit dat je als trader op spotmarkten zoals hier, waarbij je dus echte coins koopt en verkoopt, te maken kunt krijgen met wat wij de volumeval noemen. Er is simpelweg te weinig handelsvolume om jouw trade te kunnen uitvoeren. Wat de dollarmarkten betreft is het niet voor niks dat ik kies voor markten met een minimum handelsvolume over de afgelopen dag van 5 miljoen dollar. Dat betekent dat het mogelijk is om in een trade te gaan met een bedrag van een instap van maximaal $5.000. Dan is 1/1000ste van het totale handelsvolume van die dag. Op bitcoinmarkten is het 1/100ste, maar op dollarmarkten ben ik eerder geneigd daar nog een nulletje achter te plakken. Dus als jij trades doet met een bedrag dat kleiner is dan
1/1000ste van het totale handelsvolume over de afgelopen 24 uur, dan zie ik je over het algemeen wel goed. En dat betekent dus in dit geval, als je kijkt naar de markten hier, vandaar dat ik hem net ook even liet zien, deze hier, dat betekent dus ook dat je bepaalde munten niet kunt doen. Stel je zou gaan traden, noem maar wat, met, hoe gek, je trade met $10.000. Dat zou het bedrag zijn waarmee je in een trade zou gaan zitten. Als je 10.000 maal 1000 doet, kom je op 10 miljoen uit. Dat betekent dat al deze muntparen hier nog ter beschikking staan. Maar zou je een trade gaan doen met $20.000, dan stopt het hier voor jou. Dan stopt het bij deze ongeveer. Je trekt gewoon 3 nullen extra erachter. Dat is een graadmeter. Soms komt het ook met minder wel uit als je maar 100 doet. Maar nogmaals, voor dollarmarkten, zeker in de huidige tijd, waarin het volume opeens enorm kan instorten. Dat zie je hier bijvoorbeeld ook in deze trade gebeuren. Veel volume opeens, helemaal niks meer. Kijk, het hele tijd lang helemaal niks. En opeens wat van die spikes. Je wilt niet worden geconfronteerd met een muntpaar dat in slaap valt. Of een muntpaar waar jij niet meer kunt verkopen. Dus die volumeval waar ik het net over had. Maar dit is een hele goede vraag, Michan. Absoluut. Hans zegt, wissel je na een trading sessie je USDT weer om voor Bitcoin? Hans, ook weer een goede vraag. Het antwoord is ja, wel met mijn eigen budgetten. Nee, niet hier in het café. Het bedrag wat je hier in het café ziet staan op dit ogenblik, $264, nog wat dollar. Het is iets meer, want ik heb nog wat dust hier en daar over. Die zie je niet in dit bedrag staan. Want niet alles wordt altijd verkocht op Bybit. Dit laat ik gewoon staan. Het cafébudget is gewoon een cafébudget. Mijn eigen budget, ik heb een klein gedeelte heb ik in dollars. En verderweg het meeste heb ik in Bitcoin zitten. Dus daar, als ik dollars heb verdiend tijdens mijn eigen trading sessies, koop ik met die dollars meteen Bitcoin aan het eind van een trading sessie. Dat is hoe het werkt eigenlijk. In ieder geval bij mij. Soda die zegt, standaard doe ik 1 miljoen omzetten naar 1000. Oftewel, Soda gebruikt dezelfde methode. Hij deelt het gewoon door 1000. Bart Koops, die zet me even terecht. Of hoe zegt, die corrigeert me even. Hij heeft volkomen gelijk. Ook bij AllTrady kun je 14 dagen gratis uitproberen. Klopt, dat is dus helemaal vergeten. Benoit, als je meekijkt toevallig, we hebben nooit. Benoit is de grote baas van AllTrady in Nederland. Sorry, gemist even dit. Dus ook met echt geld. Je kunt inderdaad gewoon een proefversie van AllTrady gebruiken, 14 dagen lang. En daarna beslis je waarschijnlijk dat je het product gaat kopen, want zo goed is het ook wel weer. Martijn zegt, trade je alleen de spotmarkten? Wel hier in het café, niet in het echi. Dan trade ik ook afgeleiden ervan, met derivaten. Ik zeg er wel bij, dat is voor Nederlands ingezetenen, als je in Nederland zelf woont, is dat steeds moeilijker aan het worden om dat te doen. Maar er zijn eventueel nog wel omwegen, die werken zolang ze werken natuurlijk. Maar als je buiten Nederland woont, heb je op sommige plekken op de wereld nog de mogelijkheid om met derivaten te traden. Dus daar doe ik het buitenspot. We zijn al een uur bezig, maar er komen meldingen binnen. Zullen we eens kijken of het wat is? Brit versus de dollar. Dat is deze. Ja, komt een melding. Hij is al net te laat. Ja, ik zat niet op te letten natuurlijk. En de melding is net gekomen, 20:31. Dat was voor deze candle, die hier toen klaar was. De candle van 20:30. En meteen bounced de prijs. Dat is niet anders. Deze melding was legitiem, maar pas op dat ogenblik ook meldbaar. Dus ja, die mis je dan gewoon. Die zou je zelf ook hebben gemist als je deze trade met de hand had geprobeerd. Want je wilt gewoon echt wachten totdat... hier kwam hij nog niet, want kijk maar naar de gele lijn. Hij zou net zijn gekomen. Misschien was de melding wel voor deze candlestick. Het zou kunnen. Zo net. Dat er wat te weinig. Er was nauwelijks volume daarvoor. Zie je dat? Opeens trad het volume op deze candlestick. We zouden kunnen kijken of we hem even zouden kunnen pakken hoor. Gewoon voor de fun. Een nieuwe order. Hier zo een limit buy order voor, wat was het, 62,5, een kwart ongeveer. Misschien wordt die wel gevuld. De order staat. Langer dan dit moet het ook niet duren hoor. Ik zet even een 3 minuten tellertje. Te voorkomen dat we te lang in deze trade blijven zitten. Of zitten te wachten eigenlijk voor niks. Even gauw kijken hoe het met de rest van de bandbreedte is. Nou, dat zit wel goed. Als deze order valt, dan zou het wel eens een leuke kunnen worden trouwens. Nou, we geven hem een paar minuten. Ik vraag van Patrick, die zegt, heb je met derivaten ook rekening te houden met de maximum instapbedrag? Ja, en hoe? Ja, er zijn absoluut contractgroottes en maximale contractgroottes. Bij derivaten trading is het veel, omdat de commissies ook veel lager zijn. Nou, niet dat echt daarbij een rol speelt, maar vergeet het verhaal over die commissies. Die zijn vaak veel lager, maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is het volgende. Bij derivaten trading is het veel makkelijker om met grote bedragen in te stappen, omdat je heel vaak leverage zult gaan traden. Je zult een gedeelte van je eigen account als marge nemen, als zeg maar kapitaal. En een veelvoud van dat kapitaal zul je gaan lenen van het handelsplatform zelf, om daarmee meer hefboom te creëren, meer leverage te creëren. En als je dat doet, dan kun je dus veel meer contracten kopen of verkopen dan je zonder leverage zou kunnen doen. En dan komt het in de praktijk wel eens voor dat je inderdaad tegen een grens aanloopt, waardoor bijvoorbeeld een order niet wordt gevuld,
een entry order in een trade komen, omdat je gewoon over de contractlimiet bent heen geschoten. In sommige gevallen wordt je dat wel gemeld door het platform, niet altijd. Zowel Kevin als ik zijn er wel eens een keertje verschrikkelijk nat op gegaan. Dat komt dus voor, ja, elke manier van traden, elk platform, elke soort van traden heeft zijn eigen voor- en nadelen. Zoals ook deze trade. We zitten er nu in en dit was een trade op Brett volgens mij. Ja, en ik kijk nog even naar de melding, die kwam hier. En je ziet het, de markttrend ziet er goed uit. 65% bullish, dus dat is goed nieuws. De grotere charts hebben een bullish markttrend. Leuk en aardig, kijken we verder niet naar. WGM heeft zich nog niet gemeld overigens. Dat betekent dat we, dat zie je hier ook, die was nog neutraal op het moment dat de melding kwam. Nu is hij inmiddels oversold, dus dat zou een prijsstijging kunnen gaan opleveren. Het ziet er allemaal niet zo heel positief uit voor dit muntpaar. Kijk maar naar die rode lijn van de MACD. Dit zou wel eens een probleemtrade kunnen worden. En daar doen we het voor. Oké, point taken. Daar is de probleemtrade. Daar doen we het voor, want dit biedt ons juist de mogelijkheden om, als de prijs verder daalt, wat ik nog wel hoop, misschien een yo-yo tradeje te kunnen gaan doen. Laten we eerst even kijken naar de breedte van de bullish bands op het moment dat ik in de trade stapte. 2,2%. Normaal gesproken zou je deze trade dus hooguit doen met 1 gedeeld door 2,2 van je hele budget. Ik zet hem nu even op 2,4, we zeggen 2,3, iets hoger hier zo. Een nieuwe order om bij te kopen, 62,5, daar gaan we weer. Ik weet niet of hij wordt geraakt, maar als hij wordt geraakt, dan zitten we met 50% van ons complete budget in de trade. Misschien niet hoor, we wachten het rustig even af dit. Deze kan uit deze. Dat is 1. Even wat standaard dingetjes weer doen, namelijk hier de verticale lijntjes om 20 uur 34, hier ook nog een om 21 uur 34. Als we deze lijn halen, dan hebben we echt een lang café sessie achter de rug. Zover zal het waarschijnlijk niet komen. 21 uur 34, dat is hier zo. Hier zijn we met de trade gestart, daar zo. En vervolgens gaan we nog even wat verkopen. En ik verkoop het op het moment dat de prijs, kijk even kijken hoeveel winst ik pak op dat ogenblik, hier zo vlak boven dit punt komen. Daar zo. Als we daar boven komen, dan verkoop ik 3/4. Dat zou nu moeten kunnen, rechtsklikken. Waarom kan ik niet rechtsklikken? Ah, nu wel. Rechtsklikken, limit sell order voor ongeveer dit niveau. Daar was het. Van 3/4. Zo, sell. Daar staat hij. Die is gepost. Een beetje geluk verschijnt hij ook. Ik zie niks. Nog een keer proberen. Even refreshen. Niet gepost. Dat betekent dat we ongeveer hier zaten. Op het moment dat we kochten was het hier. Daar moeten we verkopen. Ongeveer op dit niveau. New order. Sell order. Voor 3/4 van wat we hebben. Daar gaan we. Nu staat hij er wel. Oké. Okay, sell order is geplaatst. Ik zet even een alertje. Voor zelfgeld hoor ik het. Als de prijs dropt. Nog verder dropt. En we inderdaad in de buurt van de buy zone gaan komen. Ik zou het echt cool vinden als we die nog even pakken. En ik wil het ook wel even weten als we zo meteen wat in de winst staan. Zo, dat was dat. Timertje om deze in de gaten te houden. Elke 3 minuten kijken even naar de chart. Hoe bepaal je de precieze entry met deze strategie? Is de entry dan boven de open van de rode candle die buiten de BW komt? Eigenlijk pak ik, dat is een hele goede vraag trouwens. Het is niet zo heel erg vast. Niet zo heel academisch. Meestal pak ik de close, vaak is het een rode candle, de close van de candle die sloot onder die onderste band. Soms pak ik gewoon de last price, als de prijs al een beetje aan het stijgen was. Hier heb ik gewoon een bid genomen, volgens mij, gewoon een bidprijs. Niet zo, ik ben daar relatief flexibel in. Er is niet echt een vastgegeven. Dat is wel het officiële, tussen aanhalingstekens, vastgegeven van deze strategie is, je koopt voor de close prijs van de rode candle onder de onderste band, of de open prijs van de groene candle onder de onderste band. Dus afhankelijk wat voor candle het signaal heeft gegeven. Maar ik houd me niet altijd aan die regel. Ik wil eigenlijk toch wel graag in zo'n trade komen. Nooit te veel betalen natuurlijk, maar wel graag in zo'n trade komen. En dan betekent dat ik soms wat te veel betaal. Soms ook wat te weinig. Het komt ook eens voor dat ik na zo'n enorme daling, als ik bijvoorbeeld dit, ja, wat we net hadden, die vorige trade was dat volgens mij, een snelle prijsdaling, dat ik zeg, nou weet je wat, geen risico. Ik geef nog wat minder uit. Ik koop liever voor minder dan dat ik iets koop waar ik te veel voor betaal. Dus dan mis ik misschien maar een mogelijke trade. Maar het is niet zo heel fixed dit. Ik hoop dat ik de vraag zo goed beantwoord heb. Joost, over titels gesproken. Even suffe opmerking. De aflevering van vandaag. Deze heet Traden met Bitcoin. Ja, klopt. Joost. Echt clever. Joost, je hebt volkomen gelijk. Maar je trade met dollars toch? Misschien veranderen naar traden met crypto. Ja, we hebben gekocht, we zijn bijgekocht. Kijk eens aan. Joost, we hebben erover nagedacht. Het is een beetje marketing als ik heel eerlijk ben. Want als je tradet met Bitcoin, dat vinden mensen toch vaak wat interessanter.
misschien een beetje clickbait, als ik heel eerlijk ben. Je hebt volkomen gelijk, Joost. Het is inderdaad iets wat niet helemaal klopt, weet ik. Maar van akte. Oh, ontzettend leuk dat jullie dit soort dingen merken, dat je het spotten. Oké, wat betekent dit? Nou, we zitten nu op dit ogenblik met 50% van ons trading budget in deze trade. Dat maakt het nu al tot een interessante trade. Nu gaat het ook ergens over. En dat betekent dat nu de regels gaan veranderen. Want ik ga de derde keer bijkopen pas doen als de markt is omgekeerd. Als de markt overtuigend is omgekeerd, deze markt, dus deze 1 minuten chart, overtuigend is omgekeerd naar bullish. Dat is op dit ogenblik niet het geval. Kijk maar, peaks and troughs, de pieken en de dalen, die gaan eerder naar beneden dan naar de boven. Er zijn wel meer signalen die aangeven dat het nog niet voorbij is. De MA20-lijn loopt nog steeds naar beneden. De signaallijn van de MACD die loopt niet echt heel enthousiast omhoog. Dan druk ik me voorzichtig uit. Die gaat ook eerder nog naar beneden. Oftewel, daar is veel convergentie. Het lijkt erop dat we nog lagere prijzen gaan zien. Dat betekent dat ik op een andere manier, ook beschreven overigens dit in eerdere sessies, de CryptoCoiners 2.0-strategie nu gaan toepassen. En dat houdt in dat we de bullish bands niet meer nodig hebben. Die gaan nu uit. We gaan nu de Keltner Channels aanzetten. Dat is deze. En we gaan ook de Parabolic Stop and Reverse erbij aanzetten. Dat is die. We hebben nu gemiddeld gekocht ongeveer voor deze prijs. Waar je nu die paarse stippellijn ziet lopen. Die alerts kunnen trouwens weg. Die hebben we niet meer nodig om de zaak een beetje duidelijk in beeld te houden. Ongeveer voor deze prijs. Dat betekent dat wij nu kunnen bepalen wanneer we weer zouden gaan bijkopen. Dit was volgens mij, wat was het, 2,4% of zo? Ja, 2,3. We zetten opnieuw een koopopdracht, maar geen echte. We zetten in ieder geval een koopprijs, een moment om te gaan kopen. Opnieuw om 2,3% onder de vorige. En ongeveer, hier zo is dat, deze lijn. Deze lijn maken we blauw. Ik weet niet wat er allemaal, er komt een wereld aan meldingen binnen op mijn telefoon. Ik denk dat ik de scanner even stop, want die melding heb ik verder, moest kijken wat er allemaal is binnengekomen. De scanner heb ik op dit ogenblik niet meer echt nodig, want daar zijn nog wat meldingen. Zo, dus die heb ik, we zijn klaar wat de scanner betreft met deze trade. We zouden de focus kunnen zetten trouwens op deze munt. Focus op Brad. Dat kan nog wel. En ik stop verder met de meldingen. Dus ik krijg nu alleen maar Brad meldingen. Als de scanner iets vindt wat met deze munt te maken heeft voor dit chart interval, krijg ik daar een focus melding van te zien. Altijd leuk om te zien of de scanner al trend reversals ziet en zo. Vaak ziet hij ze voordat ik ze zelf zie natuurlijk. Wat we nu gaan doen is het volgende. Dit hier, deze blauwe lijn. Oké, daar hebben we de eerste focusmelding al, zie je dat? Allemaal van die oogjes. Hij pakt nu elke strategie erbij en hij geeft nog steeds aan dat er nog steeds koopmeldingen zijn op dit ogenblik. Dus de prijs daalt nog steeds, want de meeste van deze strategieën zijn oversold marktcondities, marktvoorwaarden, geen trendmeldingen. Er zijn ook peaks and troughs meldingen, nou die komen voorlopig nog niet. Dus dit zijn 4 focusmeldingen van de scanner. Als je de scanner nog niet gebruikt, dit gaat dus specifiek over focus op deze munt, vandaar ook dat oogje ervoor, dit muntpaar. Dus welke strategie de scanner ook ondersteunt, op het moment dat er iets te melden is voor dit muntpaar, krijg je dat nu te zien. Terug naar het verhaal. Deze gele lijn is de prijs. Ik maak hem dus even blauw. Ik zal even wat dikker maken, dat hij goed te zien is. Dit is de prijs waarop we voor de derde keer zouden gaan kopen. Dan is de prijs weer gedaald. Alleen dat gaan we nu niet doen. Wij kopen pas bij, en het is niet zeker dat dat in deze café-sessie lukt. Wij kopen pas bij als er 2 dingen zijn gebeurd. Ding 1. De prijs bevindt zich onder deze lijn, onder deze bijkooplijn. Dat is de prijs waarop we normaal zouden hebben bijgekocht. Dus daar moeten we sowieso onder staan. En ding 2 is, de trend, of in ieder geval het momentum, is omgekeerd van bearish, wat het op dit ogenblik is. Veel meer bearish dan dit kun je niet hebben. Het momentum is al bearish sinds we zijn ingestapt. En je ziet dat aan de Keltner Channels. De prijs is al candles lang, eigenlijk al sinds hier ongeveer, sinds 20:34, vlak na de FED-melding, is de prijs onder de onderste band van de Keltner Channels gesloten op 1 of 2 uitzonderingen na. Dat wijst op een toenemend bearish momentum. Oftewel, er wordt nog steeds hard op de rem getrapt. Dus wij wachten rustig af totdat er niet meer op de rem wordt getrapt. Totdat het momentum omkeert van bearish naar bullish. En wanneer is dat het geval? Als de prijs sluit boven de bovenste band van de Keltner Channels en die Keltner Channels omhoog bewegen. Nou, dat doen ze nu niet. Nu gaan ze naar beneden. Je wilt dat de prijs naar boven, of dat de Keltner Channels naar boven bewegen en de prijs daar ook boven komt. Vaak gaat de prijs
eigenlijk altijd gaat de prijs voor die lijnen uit. Dus eerst moet de prijs er ook in ieder geval in zitten, minimaal, voordat deze lijnen afvlakken. Als dat gebeurt en als de prijs onder de onderste band staat, dan kunnen we met een goed gevoel gaan bijkopen. Tot die tijd doen we even helemaal niks. Dit is helaas het meest saaie gedeelte van de CryptoCoiners Daytrading Strategie 2. Omdat het risico op een verliestrade bijna naar nul brengt. Maar de trade wel heel lang gaat duren. Dus ik kan je nu alvast vertellen, normaal gesproken zou ik hier een OCO'tje van maken. Einde verhaal, want hier wil ik gewoon uit de trade zijn na 30 minuten. Maar ach, we zijn het café, we zijn bij elkaar. Het is nog geen 9:30. Laten we gewoon nog even doorgaan. Oké, hoe gaan we hier? Kijk, nu krijg je dus de vervelende situatie. Nog een belangrijk ding. De vervelende situatie is dat de trend begint om te keren naar bullish. Nu al, te vroeg eigenlijk. Dat wil je eigenlijk pas hebben als de prijs hier onderdaalt. Want dan zit je met 100% van je tradingbudget in deze trade. En dan haal je natuurlijk de maximale winst hieruit. Dat is nu niet zo. Dus deze sell-order trouwens gaat ook maar over 25% van het hele bedrag. Die andere 25% heb ik nog niet eens in de verkoop staan. Maar even iets anders wat ik net vergeten was te zeggen. Sorry daarvoor. We zijn omgeschakeld nu naar fase 2 van de CryptoCoiners Day Trading strategie. Waarbij we werken niet meer met de bullish bands, maar met de Keltner Channels. En de PSAR, die heb ik net niet eens genoemd. Wel in, in de podcast, maar niet hier in het café. Die PSAR, dat zijn die plusjes die je hier boven of onder de prijs ziet staan. De formule om een PSAR te tonen is niet zo heel complex. Het komt erop neer dat de prijs wordt vergeleken met de vorige eigenlijk, simpelweg. En het levert met name bij exponentiële prijsbewegingen een hele heldere indicator op. Grosso modo komt het op het volgende neer. Als de PSAR, die plusjes, als ze boven de prijs staan, kunnen ze alleen maar dalen. En als ze onder de prijs staan, kunnen ze alleen maar stijgen. Dus die plusjes die hier staan, die zullen nu nooit naar beneden lopen. Never. Als dat zo is, is er een fout in de software. Dat kan gewoon niet. Wat er wel kan gebeuren, is dat de prijs er doorheen breekt. En dan veranderen ze van positie. Oftewel, hier stond die PSAR boven de prijs. Op deze candle breekt de prijs er doorheen. En verschuift de PSAR dus naar de laatste low. De laatste heftige low die we hebben gezien sinds de PSAR is omgekeerd. Deze, de laagste prijs sinds de PSAR is omgekeerd. Dit niveau begint een nieuwe PSAR-reeks. Als die PSAR boven de prijs staat, is het een plafond. Oftewel, het is een soort weerstandslijn, een dynamische weerstandslijn. Als de PSAR onder de huidige prijs staat, dan is het een supportlijn, een ondersteunende lijn. Die afkorting PSAR staat voor Parabolic Stop and Reverse, oftewel stop en keer om. Maar er wordt ook wel vaak gezegd Parabolic Support and Resistance. Oftewel, het is, en hij werkt het beste in parabolische prijsbeweging, zoals ik net al zei. Dan kun je er echt wat mee, anders heb je er niet zo heel veel aan. Maar in ons geval gebruiken we hem ook om te bepalen wanneer we straks, als dat al zou gaan lukken, nu dus niet, want we gaan die bijkoop niet meer doen, wanneer we straks zouden kunnen gaan bijkopen. Dat wil je namelijk pas doen als de prijs boven die PSAR komt. En op dit ogenblik, hier is dat wel zo, maar helaas, de prijs was nog niet onder dit niveau gekomen. Dus we kunnen die tweede bijkoop, hoe graag ik het ook zou willen doen, niet doen, want hij past niet in deze strategie. Als je afvraagt hoe dit precies werkt, want ik ga er nu even met een noodvaart doorheen, hier zijn video's over. Je hoeft er niet voor te betalen, ze zijn 100% gratis. En je wilt even kijken, je moet een paar jaar terug. Een van de moderators die kan me wel vertellen welk jaar het was. 22 geloof ik, 2022 of 2023. Nee, 2021 of 2022. Volgens mij 2022. Daar heb ik twee video's gemaakt tijdens het CryptoCoiners Café. De ene op 21 september en de andere op 28 september, waarin ik de CryptoCoiners Daytrading Strategie versie 2 heb geïntroduceerd en heb uitgelegd. Die video's zijn nog steeds beschikbaar. Daar wordt eigenlijk alles in behandeld. En er is ook een café-sessie geweest met een voorbeeld yo-yo trade. Ik weet echt maar uit mijn hoofd niet meer wanneer die was. Maar als je wilt weten hoe deze tweede fase van deze strategie echt werkt, dan wil je even kijken naar die bijeenkomsten van het CryptoCoiners Café. 21 en 28 september. En uit mijn hoofd was dat dus 2022. Nou, we zijn inmiddels uit de verlieszone gekomen. Het gaat hard nu op dit ogenblik met de winstzone. Laten we eens even kijken, hoe kunnen we hier wat fatsoenlijks van maken? De prijs staat nu hier. Laten we de hele zaak die we hebben maar in drie laagjes gaan verkopen. Die hebben we even weggehaald, die order. Hier zitten we in de winst. Laten we even kijken, als de prijs stijgt tot dit niveau, 50% boven de winst, verkopen we een derde.
En dat kun je volgens mij instellen. 33% van wat we nu hebben. Zo stijgt de prijs nog wat verder dan dat. Nog eens een keer met een half. Dan verkopen we nog een keer een derde. Zo hier ongeveer. Nieuwe order. Sell order. Nog een keer met een derde eruit. En de rest zouden we eigenlijk mee kunnen gaan traden. Laten we eerst maar eens hopen dat we de eerste kunnen verkopen. Want dan zou zomaar kunnen dat ik dan van gedachten verander. En zeg, weet je wat, we traden met de rest wel mee. Maar laten we eerst dit maar eens verkopen. Kijken of dat ons sowieso lukt. Ik zet even een timertje dat ik daar over een paar minuten even op let. Ik zou ook kunnen zeggen, let op de tijd, dat we ons verlies nemen als dit te lang gaat duren. Ja, weet je wat ik doe? Nee, dat hou ik maar in mijn achterhoofd. Ik zet hier wel een alertje. Als de prijs daalt tot onder dit niveau, dan stap ik met verlies uit de trade. Heel simpel, zet ik straks een stoporder om ons verlies te beperken. Dan is het jammer, maar helaas lijkt er nu niet op. Nou, het lijkt eerder een winst. Op dit ogenblik lijkt het erop dat het in de winst trade wordt. Stop je trade steeds na een half uur of ga je soms ook verder door? Als ik zelf aan het traden ben met deze strategie, dan moet er na een half uur wel wat zijn gebeurd. Anders vind ik het namelijk zonde van mijn tijd. Tijd is geld. Wat dat betreft, ik kijk dan naar meer dan alleen maar trade succes. Ik kijk ook naar het rondpompen van mijn geld. En als dat geld te lang niks doet, dan wil ik eigenlijk liever niet meer in die trade zitten. Het is een beetje een raar voorbeeld, Raf, maar ik vergelijk het tijdens clinics die ik je over heb gegeven ook wel eens met vertegenwoordigers. Stel, je hebt een vertegenwoordiger, je hebt een bedrijf en je hebt vertegenwoordigers op pad die dingen voor jou proberen te verkopen. En zo'n vertegenwoordiger komt in de file terecht. Maar je weet dat de klant waar die naar op weg is, dat die waarschijnlijk wel omzet gaat genereren. Hoe lang laat je die vertegenwoordiger in de file staan? Nou, dat is een beetje hetzelfde verhaal als hier. Op een gegeven moment haal je die vertegenwoordiger er gewoon uit. Zeg, joh, kom dan maar naar huis of rij maar naar de volgende klant. Dat komt later wel een keer. Tijd is geld. In de file staan wachten is ook kostbaar. Het is goed geweest zo. En dat is dit ook een beetje. Dit is een trade waarbij we nu eigenlijk al, naar mijn mening, te lang in de file staan. Er gebeurt eigenlijk te weinig op het ogenblik. Maar omdat we inmiddels hebben bijgekocht, gun ik deze trade nog wat tijd. Al te lang moet dit niet meer duren. Als de prijs, heeft ook wat met tijd in dit café natuurlijk te maken. Als de prijs daalt tot onder dit niveau, zet ik waarschijnlijk een stoploss order hier aan de onderkant. En misschien wel een OCO'tje op Bybit zelf. Een one cancels the other. Dus om winst te pakken als de prijs toch nog stijgt. Er is één signaaltje gekomen en misschien komt er zometeen een tweede, dat we toch weer prijsdalingen gaan zien. En het signaal is opnieuw de PSR die je hier ziet. Kijk, de prijs is een paar candles lang. Is hij om te beginnen boven de Kelvin Channels gesloten. Dat is goed nieuws. Toenemend bullish momentum. Maar inmiddels is de prijs alweer in de Kelvin Channels terechtgekomen. Dat zijn die witte lijnen met die gele lijn in het midden. En is de PSR, die plusjes, ook alweer van richting veranderd. Kijk, de prijs brak hier, bij deze candle is dat gebeurd, door de PSR heen. Die PSR daalt nooit als je onder de prijs staat. Hij brak door de PSR heen, dus die is nu aan de bovenkant komen te staan. Hier zit nu een plafond. Het begint bij de laatste high die we hebben gezien en die PSR wordt steeds lager. Dat is een bearish signaal. Een signaal dat de prijs op dit ogenblik misschien eerder gaat dalen dan dat hij gaat stijgen. Ook hier is op dit ogenblik weinig positiefs te zien nog. Je weet niet hoe het loopt, maar het is een bearish signaal. Dus als dit te lang bearish blijft, dan dalen we vanzelf naar dit niveau. En dan krijgen we te maken met een stoploss. Om met verlies weliswaar uit deze trade te komen. En het verlies zou zijn op dit ogenblik, als we er hier uit zouden kunnen springen, zou ons verlies zijn, dan gaan we op ons complete trading budget, niet schrikken, 1,4%. 2,8% op deze hele trade en 1,4% op ons hele budget. En nu snap je waarschijnlijk waarom ik aan het begin van deze trade zei, pas op, als je deze trade zelf zou doen, zou je hooguit instappen met 1, volgens mij 1 derde was het of zo, 1 derde van je budget. Want dan zou je dus een verlies maken in dit geval van 0,7%. Dus dat zou er gebeuren als we nu ons verlies zouden nemen. Niks ergs aan de hand, hoort er af en toe gewoon bij. We wachten het vrolijk af. Dus we zijn nog niet klaar met deze trade. Als we heel snel droppen qua prijs, misschien toch nog een yo-yo trade. De langste café-sessie ever, je weet maar nooit. Nog even door laten lopen. Wat is je favoriet, vraagt BM. Kelton Channels of Bollinger Bands? Of gebruiken ze allebei even vaak? Ik gebruik meestal de Bollinger Bands bij deze manier van traden. De Kelton Channels bij deze manier van traden eigenlijk alleen maar als er een situatie ontstaat waarbij je voor de tweede keer gaat bijkopen, onderdeel van de CryptoCoiners 2-strategie. Rafid zit nu, en dit is niet leuk, zit nu 24 uur lang vast in 3 trades waar ik nu op 15% verlies zit. Zou jij dan het verlies voor lief nemen of zou je toch wachten tot het weer stijgt? Oh, Rafid, om te beginnen, dankjewel voor het feit dat je deze vraag stelt. De reden is de volgende. Ik vind het de meeste, voor ik zo meteen inhoudelijk antwoord ga geven.
De meeste mensen, ook bij ons in de Crypto Corners community helaas, en ik praat niet over onze creators, ik praat gewoon over mensen die, net zoals jij, lid zijn van onze community. De meeste mensen die posten alleen maar hun wintrades. Spectaculair, ik heb zoveel winst gemaakt, blablabla, enzovoort enzovoort. Maar verliestrades posten ze niet zo vaak. Terwijl die ook belangrijk zijn, daar leer je het meeste van. En jij doet dat maar wel eventjes hier, dus respect daarvoor. En ik vind dat verdient ook een antwoord waar je wat mee kunt, een respectvol antwoord. Hou je vast, 15% verlies. Ik kan natuurlijk niet in jouw trade ding kijken, ik weet niet met hoeveel je in deze trade zit. Havid post die informatie ook vooral niet, die is alleen maar voor jou bedoeld, voor niemand anders hier. Maar het komt wat mij betreft altijd op het volgende neer. En ik heb dit vorige week dus ook al een keer in het café besproken. De hoeveelheid verlies die je wilt maken, ik praat nu eigenlijk in percentages. Dus het geldt voor elk bedrag waar je mee trade. De hoeveelheid verlies die je in een trade wilt maken is eigenlijk het beste uit te drukken in een verlies ten opzichte van je hele portfolio. Zo ga ik zelf mijn eigen trades altijd in. Niet deze trades in het café. Vandaar dat ik hier ook genoegen zou hebben genomen met een verlies van misschien wel 1,2% op mijn hele tradingbudget hier. Die complete, wat was het, $264 of zo. In mijn echte trades, met serieus geld, dan wil ik nooit een verlies hebben dat groter is dan 1% van mijn complete portfolio. En dat betekent dat ik dus, als ik van tevoren al weet dat ik een verlies op deze trade zou kunnen maken van, laten we zeggen, 5%, dat ik nooit in deze trade zal gaan, compleet, met meer dan 1/5 van mijn hele portfolio. Stel, mijn portfolio is $1000, ik noem maar wat. En ik zie aan de hand van de breedte van de bolletje bands, elke tradingstrategie heeft zijn eigen manier om dat te zien. Ik zou het zien aan de breedte van de bolletje bands. Ik zie dat ik op deze trade een verlies zou kunnen maken van 5%. Dat geldt trouwens niet meer voor deze trade, want we hebben inmiddels winst te pakken wat deze trade betreft. Dit kan nooit meer een verliestrade worden inmiddels. Ook alweer niet. Het zal weer eens niet zo zijn. Zal ik alvast maar even een follower zetten hier. Dan ga ik zo door met jouw vraag hoor. Nieuwe order, stop limit sell, stop market sell order wordt dit trouwens. Dat is deze hier zo onder deze prijs, maar voor alles wat we nog hebben. Zo. Stop markt sell order. Oké, nu gaan we de bovenkant hebben dus nog. Dat was niet helemaal de goede. Nog een keer. Een stop market sell order van alles wat we hebben graag. Daar gaat hij nog een keer onder deze candle. Stop market sell order. Knieuw order. Stop market sell order. Daar is hij ongeveer op dit niveau. Zo, doe maar rustig aan. Geen haast. Selling. Oké, goed. Nu hebben we, dit zijn twee verschillende orders, hè, voor twee verschillende gedeelten van het budget. Dit is 33% van het oorspronkelijke bedrag. En dit is ook nog eens een keer die andere 33% die ik nog niet verkocht had. Afhankelijk welke van de, in allebei de gevallen zal deze break-even lijn dalen. Dit kan never meer een verliestrade worden op dit ogenblik. Alleen maar winsttrade. Maar dit is om je te laten zien hoe je toch kunt voorkomen dat je er te veel tijd in zit en te veel weggeeft. Vandaar dat ik dit doe. Als de prijs blijft stijgen, pakken we mooi nog even die stijging mee. Als de prijs daalt, dan pakken we toch nog winst, laat ik het zo zeggen, met een wat lager winstpercentage, maar in ieder geval geen verlies meer. En verkopen we alsnog even dat laatste gedeelte, wat dan dus hier bovenaan zit, tegen ook een wat lagere prijs. Maar nogmaals, winst is winst. Het laatste wat je nu wilt, als je nu zo ruim in de winst zit op deze trade als wij nu zitten, is hier ooit nog een verliestrade van maken. Dus deze trade hou ik even in de gaten, timertje van 3 minuten. Terug naar Havid. Dus Havid, ik zou zelf in een trade waarbij ik zou weten dat ik 5% verlies zou kunnen pakken, die trade zou ik nooit doen met meer dan 1/5 van mijn complete trading budget. Simpel. En sterker nog, 1/5 van mijn complete portfolio eigenlijk. Dus dat is heel belangrijk. Dat is iets wat je dus ook in de toekomst wil gaan doen als je dat al niet hebt gedaan. Stel, je zou maar in één trade zitten en je staat wat die trade betreft op verlies van 15%. Dat klinkt dramatisch, maar ik heb ook al meegemaakt dat ik 15% op een trade verloor. Maar er was niks aan de hand, want ik zat maar met 1/15 van mijn complete portfolio in die trade. Dus zelfs als het een 15% verliestrade zou zijn geworden, dan was het maar 1% verlies op mijn hele portfolio. Dat is voor de meeste traders de absolute graadmeter. Als de trade fout gaat, als het een verliestrade wordt, verlies je dan niet meer dan 1%. Van je hele portfolio. En er zijn agressievere traders. Ik ben zelf relatief conservatief, defensief, hoe je het ook wilt noemen. En ik ga liever voor wat minder verlies op de hele portfolio's, met ook wat minder winst. 1%. Maar er zijn andere traders. Kevin bijvoorbeeld is een voorbeeld daarvan. Een van onze andere creators.
die gaat volgens mij voor 2% over het algemeen. Dus die accepteert een portfolioverlies op een trade van 2%. Beslis je uiteindelijk zelf. Het is een afspraak die je met jezelf maakt, waar je ook aan houdt. En dat is meteen het bruggetje naar de volgende. Als je eenmaal op verlies staat, als het goed is, heb je van tevoren met jezelf afgesproken om uit de twee te gaan als een bepaald verliespercentage is bereikt. Punt. In jouw geval zou dat dus 5% per trade kunnen zijn. Als het dan ook daadwerkelijk zover komt, als het goed is heb je al een stoporder staan om te zorgen dat je ook daadwerkelijk die trade verlaat. Is dat niet zo, dan wil je hem sowieso zetten. En als je daar op een of andere reden toch niet naartoe bent gekomen, ga gewoon uit die trade. Denk nooit bij jezelf. Dat is dat is mijn mening, maar ik denk dat de meeste traders dit wel met me delen. Denk nooit bij jezelf, het komt wel goed. Want het komt ongetwijfeld misschien wel een keer goed, maar dat gaat of heel lang duren. En B, dat gebeurt vaker niet dan wel. Er is een soort, ik had het er vorige week ook over tijdens de cursus, er is een soort ongeschreven wet die zegt dat als jij in een verliestrade zit, zolang jij in die trade zit, blijft de prijs dalen. En op het moment dat jij uit die trade gaat, begint de prijs te stijgen. Dit is niet wetenschappelijk onderbouwd of zo. Dit is ook geen wet of iets dergelijks. Maar heel veel traders zeggen, ja, dat is inderdaad wel opvallend. Het is een beetje hetzelfde als het liftknopje. Het sluit de deurenknopje in de lift. Zolang je niet op een knopje drukt, blijft de deur open. Snap je het wel? Op een gegeven moment gaat die deur vanzelf echt maar een keer dicht. Nou, dat is bij dit soort trades ook. Zolang je in een verliestrade zit en er dus niet uitgaat, blijft de prijs dalen. En pas op het moment dat je eruit gaat, begint de prijs te stijgen. Dus maak met jezelf die concrete afspraak om gewoon uit die trade te gaan. Nou, in jouw geval, zonder de charts verder te zien, Hafid, 15% verlies is heftig. Ik zou dat sowieso consolideren, denk ik, als ik ooit in zo'n scenario terecht zou komen tot de helft. Dus ik zou gewoon sowieso de helft er nu uitgaan, dat ik gewoon genoeg liquiditeit terughaal. En met de rest dan hopen dat ik dat kan managen, zodat ik toch via wat microtrading en zo mijn verlies kan beperken. Maar dit zijn wel heel vervelende scenario's. Ik hoop dat je wat kunt met dit op zich natuurlijk. We zijn uitgestopt met deze trade. Dat betekent dat we nu ook gaan zorgen dat we verlies maken op deze trade door er hier ook nog even uit te gaan. Stop market, sell order voor alles wat we nog over hebben. Zo, daar gaan we. Is het alles wat we nog over hebben? Sell order. Oké. Nou, je ziet, spectaculair wordt deze trade uiteindelijk niet. Heeft alles te maken met het feit dat dit gewoon lastig is op het ogenblik. De Bitcoinprijs daalt. Mocht de prijs, weet je wat, we pakken hem toch even onder de vorige trough. Zal ik dat doen? Nee, laat me gewoon hier staan. Goed zo. Ik denk dat we worden uitgestopt met winst alsnog. Blijft een winsttrade. Niet heel erg spectaculair. We hadden er meer uit kunnen halen als we hier alles hadden verkocht. Maar nogmaals, 33% keer 3 is ook leuk om mee te spelen. Sorry dat het toch weer een winsttrade is geworden. Het was eigenlijk de bedoeling om hier een mooie yo-yo van te maken. En dus wat spannender en zo. Dat is niet gelukt. Hafid, ik hoop dat ik je heb kunnen helpen hiermee. Het is waarschijnlijk niet het antwoord dat je wilt horen. Maar nogmaals, respect voor het feit dat je dit zo open met ons deelt. En ik hoop dat het goed uitpakt uiteindelijk onderaan de streep. Ik moet die OCO en stoploss nog goed leren. Klopt, Hafid. Dat is essentieel voor dit spelletje. Dit is een stoploss bijvoorbeeld. Een winsttrade inderdaad. Gaat drie keer nergens over. Maar even goed een winsttrade gelukkig. Zeker in deze tijd. En dat geeft naar mijn mening toch wel weer aan hoe cool deze strategie is. Als je bedenkt dat we met dit soort dingen te maken hebben gehad. Terwijl we aan het traden waren. Snel dalende bitcoinprijzen. Ik denk dat de barometer op dit ogenblik er ook niet zo heel goed bijstaat. Nog net wel. Focus uit of verwijder focus. Dat geloof ik. Verwijder focus. Kan volgens mij wel. Stop focus is het trouwens. Stop focus. Zo, ze hebben de focus ook uit. Nu is hij weg. Ah, hij is al klaar. Oké, goed. Even goed nog cool dat we, ondanks het feit dat de bitcoinprijs gewoon toch keldert sinds we met het café zijn begonnen, we één keer zelfs tegen de stroom in zijn gaan traden, hebben we uiteindelijk toch nog twee winsttrades hebben kunnen maken. Dat zegt alles over hoe goed, naar mijn mening, hoe goed deze strategie werkt. Dus misschien is dit wel de strategie waar je serieus aandacht aan wilt gaan besteden. Ik vond het super dat je erbij was hier in het Crypto Coins Café. Bedankt Nicole ook, jij, voor je welgemeende woorden. Fijn mensen. Leuk dat jullie erbij waren. Daar gaat de munt natuurlijk. Hoppa, kijk eens aan. Dat zul je altijd zien na een uitstop. Schiet de prijs waarschijnlijk zo meteen weer omhoog. Maar nogmaals, een afgesloten trade is een afgesloten trade. Zo werkt dit spelletje. Tot volgende week. Happy trading allemaal. Doei!